en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag en jullie missen nog de vlog Feyenoord tegen AZ Alkmaar. Die vlog die komt wat later, wegens de fantastische nieuwe layout en de fantastische functies van YouTube. Heb ik op een verkeerde knop gedrukt en het duurde allemaal weer zo lang. Dus ik ben hem nu opnieuw aan het uploaden. En er moeten nog wat oneffenheden weggewerkt worden in de vlog. En dat duurt allemaal even wat langer. Daarom komt de Feyenoord vlog. Wow, dat was al een hele grote draai. Daarom komt de Feyenoord vlog iets later dan gepland. Ik hoop hem vanavond. Hoop ik hem nog online te krijgen. Zou mooi wezen. Dan hebben jullie gelijk twee vlogs in één. En dan gaan we wel, we gaan het in ieder geval wel zien. In ieder geval, zo gauw als die klaar is, zet ik hem direct online. En kunnen jullie de Feyenoord vlog van afgelopen zondag bekijken met Ramonski. 2-1 gewonnen van AZ. En die vlog die krijgen jullie zeker te weten nog te zien. Dat was eventjes de insteek waar ik ook even vlogde. En ook waarom de reden. Ik kreeg van mijn goede vriendin Alinda te horen van... Goh, waarom vlog jij niet meer? Ik vlog nog wel. Maar ja, ik heb de laatste weken wat weinig te vertellen. Weinig dingen meegemaakt. En weinig dingen om te vertellen in een vlog. Ja, dan kan ik elke dag kan ik een vlog maken. En dan kan ik... zeggen van, kijk eens, het is droog, af en toe regent het. Het weer kan wat beter, het is nog een beetje, het is allemaal nog een beetje sapig. Binnenkort komt de zomer eraan en het wordt allemaal heel erg mooi weer en dan gaan we weer lekker naar buiten. Dat kan ik één keer vertellen. Maar als ik dat elke dag moet vertellen, dan schiet dat gewoon niet op. Ik heb gewoon niet veel te vertellen. En om nou elke keer hetzelfde te gaan zitten vertellen in de vlog, dat schiet ook niet op. Ik heb af en toe gewoon dingen dat ik denk van, wat moet ik eigenlijk gaan vertellen? Ik heb eigenlijk niet veel meegemaakt en ik heb niet veel te vertellen. Dus daarom is er geen vlog momenteel. Nou, ik ga dadelijk weer even lekker koken dadelijk. En dan ga ik vanavond weer GTA spelen. Het zal rustig zijn. Kevin die is er niet. Ramon is naar zijn wekelijkse dansen. Dus die is er ook niet vanavond. Dus het zal vanavond lekker rustig worden. Maar ik ga gewoon toch proberen om er een leuke livestream van te maken. Kijk maar hoe lang ik het volhoud. Ik heb momenteel ook even wat problemen. Gezondheidsklachtjes. Ja, je wordt ouder en dan ga je gezondheidsklachten krijgen. Hè. Dat gaat ook wel eens gebeuren. Dus momenteel gaat het ook echt niet zo lekker met me. Voel me echt niet zo lekker. En pas alleen ziek geweest en nu weer wat aan de hand. Dus dat schiet ook af, allemaal niet op. En ik kijk wel hoe lang ik de livestream volhoud. Als ik nou af en toe een livestream is die wat korter is als normaal, dan heb het daarmee te maken of ik ben gewoon te moe of ik heb gewoon geen zin. Want als ik geen zin heb, dan stream ik gewoon niet. Nou komt dat niet echt veel voor. Ja, van de week even een keertje, twee keertjes dat ik weg moest en dat ik even geen zin had om te streamen. En dat kan wel eens gebeuren. Dus als er een keer een avond geen livestream is, of dan weten jullie in ieder geval daarvan. Nou, de abonnees. De abonnees gaat lekker, 258 abonnees. En het gaat de goede kant op. Ik heb even een tijdje gehad dat het wat minder was. Elke keer één of twee erbij en weer één of twee eraf. Dus dat schoot niet echt op. Maar we gaan gewoon lekker door. Ik wou eigenlijk 250 abonnees, 300 abonnees wou ik hebben voor december. Nou, ik zit nu al op 258, dus dat, die 250 die zijn er in ieder geval al. Ik hoop ook dat ze allemaal blijven. En een prognose.
Ja, moeilijk. 350, 300, nou, 300 ga ik wel redden, denk ik. Nou, weet je wat? Laat ik het gek doen. 400 abonnees voor december. Moet toch wel lukken, denk ik, toch, jongens? Ja, 358, 400. Ja, dat moet zeker weten wel lukken. 400, 450 abonnees moet zeker te weten lukken. Dus dat gaat allemaal wel weer goed komen. Ja, het gaat lekker zo. Jongens, bedankt iedereen die ook in dit nieuwe jaar in 2018. Nou ja, nieuw, het is alweer 3 maanden oud. Maar in ieder geval bedankt iedereen die al in 2018 ook geabonneerd is. En iedereen die ook gebleven is, ook in 2017 natuurlijk. Iedereen hartstikke bedankt dat jullie geabonneerd zijn en geabonneerd gebleven zijn. Ja, toch heel erg belangrijk. Want een YouTube-kanaal zonder abonnees, ja, dat schiet gewoon niet op. Ik heb mijn video's nodig, ik heb mijn vlogs nodig, ik heb mijn livestreams nodig. Maar ik heb ook jullie nodig. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ik heb ook jullie nodig voor de feedback, de steun en de support. Dus allemaal hartstikke bedankt. Nou, verder heb ik niet echt veel meer te melden. Ik ga telkens even koken vanavond even livestreamen. En dan zien jullie mij vanavond weer bij een nieuwe livestream. Dit was even dus de informatie. Feyenoord AZ-vlog komt dus binnenkort. Zo snel mogelijk. Zo gauw als die klaar is, dan ga ik hem online zetten. En dan kunnen jullie de Feyenoord AZ Alkmaar-vlog kijken van afgelopen zondag. Ik bedank iedereen voor het kijken naar deze vlog. Even een kort vlogje, even een kleine update weer van hoe het allemaal is en hoe het allemaal gaat met me. En ik spreek jullie allemaal weer in de livestreams en zo. Dus dan komt het ook al wel weer helemaal goed. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En jullie weten het allemaal. Voor mij ben ik nog wel vergeten. Druk op het belletje, word je op de hoogte gehouden. Abonneren. Oh, even dat duimpje de lucht in, hè, jongens. Dat duimpje de lucht in. Nou ja, oké. In ieder geval de groetjes allemaal van deze kant. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.